volgende camping ligt midden in een natuurlijk recreatiegebied. Het is de beurt aan camping De Krabbenplaat in Brielen. Iedereen is van harte welkom bij de camping. Vooral families met kinderen zijn hier veel te vinden in de vakantie. Brielen zelf is een historische stad met over de 300 historische panden en authentieke wallen. Zeker interessant om eens een bezoekje aan te brengen. Het schijnt dat ze hier de eerste waren in Nederland met vaatwassers in het toiletgebouw. Zit kosteloos bij de overnachting, dus dat is fijn. Goed om te weten voor de zwemliefhebbers. De camping die ligt direct aan het Brielse meer. Met een lengte van 25 kilometer en een afgescheiden zwemgedeelte. Geschikt voor alle leeftijden. Dus hartstikke leuk. Leuk voor de kids. Een avontuur- en speelbos waar ze zich heerlijk kunnen uitleven. De lange tokkelbaan die schijnt hier erg leuk te zijn. U stemt toch ook op ons? Nou, je hoort het. Als jij jezelf hier wel ziet overnachten, breng dan je stem uit op rtl.nl/debeste van Nederland. En dit was de laatste camping. In de lijn van deze aflevering gaan we kijken hoe je nou nog meer tijd kan doorbrengen en kan overnachten in ons land. Want we stellen je graag voor aan onze genomineerden.